Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Theater aan de Schie. De nachtclub is weer geopend. Zien ze er niet fantastisch uit? Ons ballet! Het doet me een beetje denken aan de Eftelingen. Blijf klappen. Stef Bos aan de bar. Ja. Ik loop even door. Bob Kaper, volgens mij mag je al naar het podium. Want ze bestaan 65 jaar. We zijn super blij dat ze er zijn. De Dutch Swing College Band! We're gonna stomp, 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 just one.
let us be. When I hear that low-down bass, get the fever in my face, I will shake like a leaf on a tree. Now stomp, 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 when we feel that swing, that's what I need more than anything. When this jazz band will begin, I like it more than a quart of gin. We gotta stop, 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 stop with the DSG. Yeah. Stef, dat is een beetje nog nostalgisch. Zij bestaan al 65 jaar. Eerlijke muziek, zo lang ben jij nog niet bezig, hè? Nee. Bob vertelt net een prachtig verhaal hoe die band ontstaan is. Dus op bevrijdingsdag in 1945, dat wist ik zelfs niet. Want ik vroeg, hoe lang zijn jullie bezig? En toen was de Amerikaanse muziek, de Glenn Miller-achtige muziek, natuurlijk populair. En ik vind het ongelooflijk, want ik stond in de coulissen naar ze te luisteren. Ik vind dat hele fijne muziek, omdat het levend is. Het gebeurt op dat moment. Geen backtracks, geen gedoe. En het swingt. En hoe swingend ben jij straks 16 mei in dat nieuwe Luxor? Nou, bij ons gaat het er behoorlijk swingend aan toe. Want we hebben voor de gelegenheid, een maand lang speel ik met een Argentijnse pianist. Twee Portugezen. Één jongen van Madagaskar, die ga je zo zien. Die speelt accordeon en die swingt echt als een gek. En saxofonist uit Nederland en dat is het zo'n beetje. Dus ze komen uit alle windstreken en daar zit heel veel swingende muziek in. Centraal staat Kaap de Goede Hoop. Dat heeft volgens mij voor jou een dubbele lading, want je hebt iets met Afrika, met Zuid-Afrika. Maar het is ook een heel belangrijk punt in de geschiedenis geweest. Nou weet je, de Kaap was de plek waar natuurlijk een heleboel culturen samenkwamen. Omdat de Hollanders in de 17e eeuw en de Portugezen daar naartoe gingen. Plus de mensen die daar al woonden. En de Indiërs en de Maleiërs, die kwamen daar ook. Dus het werd een soort van broeipunt en dat wou wij als een soort uitgangspunt nemen. Hoe je ook muziek kunt maken vanuit allerlei hoeken. Dus daarom iemand van Madagaskar erbij en van Portugal. Omdat Kaapstad voor ons een beetje zo'n soort, dat is een beetje Rotterdam eigenlijk. Alle havensteden hebben dat. Dat is een soort smeltkroes. En wat wil je dan zeg maar straks de mensen die het theater op de Kop van Zuid, een soort kaap, kop, ja, doe heel makkelijk. Wat wil je die mensen meegeven? Aan het einde van de voorstelling, kijk, we leven op het moment in een land dat er wat spanningen zijn tussen culturen af en toe. En je hebt dat in Zuid-Afrika ook. En ik versta dat, ik begrijp dat ook wel. Maar je kunt het op twee manieren bekijken. Je kunt of de boel heel moeilijk maken en elkaar op een afstand gaan zitten bekijken van hij klopt niet helemaal. Of je kunt dus bij elkaar gaan zitten en muziek samen maken en de verschillen vieren. En dat willen we eigenlijk aan het einde, dat mensen na zo'n voorstelling denken van goh, het is eigenlijk fantastisch om iemand in een andere taal te horen zingen. En ook al versta je het niet helemaal, gevoelsmatig moet het overkomen als het maar uit het hart komt. En dan moet ik toch de vraag stellen, wat voor mensen die toch Stef Bos aan papa combineren, hoe ga je die tevreden stellen? Nou, ik neem die mee op een avontuur. Ik begin ook zelf de voorstelling alleen aan de piano. En dan vertel ik een soort verhaal waarin die mensen, dus Fernando Lamarinhas en Regis Guisavu, wat een beetje de hoofdrolspelers zijn van Madagaskar en Portugal, waarbij ik die in een verhaal meeneem. Dus ik ben een soort van gids eigenlijk een beetje door de muzikale wereld op dat moment. En het wordt gewoon een gezellige avond. Ja, we hebben nu de eerste try-out achter de rug, want we moeten ons natuurlijk goed voorbereiden op Rotterdam. Maar, en het was fantastisch. Het publiek vond het ook geweldig en het is een feest. En doorgaans associëren mensen mij nogal zoals met papa of met een beetje rustige, ernstige nummers. Maar dit is echt swingen. Ga je vanavond hier doen in de nachtclub? We gaan een redelijk rustig nummer doen, omdat we met z'n drieën zijn. We konden de band niet meenemen, maar we gaan een nummer doen dat heet Hier. Oftewel, ik woon niet waar ik ben geboren. Want Regis die komt uit Madagaskar en woont in Parijs. Fernando komt uit Portugal en die woont in Amsterdam. En ik kom uit Nederland en ik woon in Kaapstad. Dus dat was het nummer wat we moesten schrijven met z'n drieën. Ik woon niet waar ik ben geboren.
Stef, loop eens naar het podium. Dan roep ik nog één keer tegen de kijkers thuis en natuurlijk jullie hier. 16 mei dus in het nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid, oftewel de Kaap van Zuid. Maar nu vanavond al hier bij ons in de nachtclub, Stef Bos. Thuis zou willen horen en soms zichzelf buiten sluit. Maar hier is mijn huis, hier in jouw armen, in jouw armen. Hier vind ik wat ik heb verloren, want ik woon niet waar ik ben. Waar ik ben geboren, mijn leven is een reisverhaal. Ik ben aan mijn hart verloren, gestrijkeld in een vreemde taal. En ik kijk van buitenaf naar binnen, zie hoe het warme licht daar schijnt. Ik woon niet waar ik ben geboren, ik zal altijd een vreemde zijn. Maar hier is mijn huis, is mijn huis. Hier in jouw armen, hier is mijn haven, tot het einde van mijn dagen. Ik heb verloren, want ik woon niet waar ik ben geboren. Ik heb verloren, want ik woon niet waar ik ben geboren. Hier is mijn huis, is mijn huis. Hier in jouw armen, in jouw armen. Hier vind ik wat ik heb verloren, want ik woon niet waar ik ben.
want ik woon niet waar ik ben geboren. Dankjewel, Fernando La Maria, de regie. Ja, fantastisch hebben we op. Heel erg goed. Heel erg goed. Wij gaan door naar mensen die zich hebben opgegeven voor het 1 minuutje tijd voor hilariteit. Ja, kom er gezellig bij. Kom er maar bij. 1, 2, 3. En de naam van de band? Maple 3. Maple 3. En Maple, wat betekent dat? Het betekent eigenlijk Esdoorn als je het uitspreekt als Maple 3. Maar dan hebben wij Maple 3 van gemaakt. En wie heeft die naam verzonnen? Ik, natuurlijk. Ik dacht al, daar kom ik ook altijd uit bij degene. En waarom dacht je van Esdoorn 3? Nee, ik heb het niet verzonnen. We kwamen eerst uit bij een andere naam, maar die bestond al. Als Apple Tree. En toen hebben we er maar een emmertje voor geplakt. En toen werd het Maple Tree. Allemaal uit Rotterdam, oorspronkelijk Papendrecht. Ja. Maar dat heb je achter je gelaten. Ja, het werd tijd. Het werd tijd, hè? Ja, nee, maar dat geeft helemaal niet. Wat voor soort muziek maken jullie? Het is eigenlijk van alles en nog wat. Het is echt een repertoire van A tot Z met lichte popmuziek tot jazz tot... klassiek hebben we niet, hè? Nee. Klassiek doen jullie niet. En van waar de groene kleur? Heeft dat met het milieu te maken? Of wat hebben jullie een dieper liggende gedachte? Bomen, groen? Ja, dat is die boom weer. Ja. Zie je nou wel. Jawel, ik kan best voor de inhoud. Jawel. En wat willen jullie vanavond? Wij willen heel graag reclame maken voor dit mooie trio. En, hopelijk een beetje namaken door deze minuut. En we gaan een mooi lied zingen, hopen we. Dat hopen jullie, want je weet het, er moet altijd een... spelletje. We doen dit nou verdomme 13 keer al. We hebben 13 spelletjes. Ah, ja, dat is een Harry Potter spel. Nee, ja, dit heeft te maken met limbo dansen. Toevallig mijn specialiteit. Wat? Dat dacht ik al, ik zag je. Ik denk, oh, ik hou de stok vast. Dat is echt heel raar. Nee, ik heb 3 posities. En ik begin met de eerste. Dit is raar, hè? Maar daar komen ze voor. Een plat amusement, zeg ik altijd maar. Ja, nee, het schaam maar zit van boven. Start de muziek! Ja! Hebben ze het verdiend? Ja, het is gezellig. Oké, ga je vast achter de piano, ga je even op je klapdoos. Wat gaan jullie doen? All at Sea van Jamie Cullum. En dan een bewerking daarvan. Echt waar? En dat in 1 minuut? Ja, dat gaat helemaal lukken. Het is ongelooflijk. Een microfoon erbij. Stopwatch erbij. Ben je er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Ja? En start. Geweldig! Ik heb hem de Devon Stage Spotlight. Backstage hebben we de 3. Ik dacht, groen past bij jullie. En hopelijk op weg naar het succes. Geef ze nogmaals een applaus. En wij gaan naar Bob van de Dutch Swing College Band. Hé, Bob. Ik heb jou al zien spelen. En Stef heeft net al verteld hoe jullie ooit begonnen zijn. Waar moeten wij het nou nog over hebben? Nou, zo gaan die dingen altijd in het leven. Ja. David, dat...
Zo werkt het gewoon. Maar laten we eens even beginnen. Jullie hebben een jubileum, 65 jaar. Stef zei al dat jullie iets te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft te doen met iets met Duitsers en die niet van jazzmuziek hielden. En er een aantal mensen waren die toch jazzmuziek wilden maken. Daar komt het in wezen wel op neer. De nazi's die hadden jazzmuziek verboden. Dat was een Angelsaksische muziek en daar hielden ze niet van. En hadden ze dat gedaan omdat jullie te veel subsidie vroegen? Of, Subsidie bestond toen nog niet en nu nog steeds niet. Mooie tijd hè, was dat toen. Hè? Heerlijk. Ja, nee. Kijk, we hebben wel eens gedacht van nou, het zou fijn zijn om voor zo'n verre reis naar Australië subsidie te ontvangen. Maar dan halen ze hun schouders op en zeggen ze nou, je kunt je eigen broek wel ophouden. En dat is bij ons altijd gebeurd, 65 jaar lang. Dus Bob, het kan gewoon. Want er is nu een beetje gedoe over de kunstsector en subsidies. Maar jullie doen het al 65 jaar op eigen kracht. En dat is een applausje waard, mensen. Nou, kijk, we zijn ook nog niet van plan om te stoppen. Dus wat dat betreft had JP een beetje gelijk. We gaan door tot het gaatje. Maar dan moet je even uitleggen. Toen de tijd begonnen en jazzliefhebbers zochten elkaar in het geheim op. Nou, dat vind ik altijd hele spannende verhalen. Met achter een deurtje en twee keer kloppen. Kom maar binnen. Nee, je bent niet van de jazz. Dit is salsa, dus deur verder. Hoe ging dat in die tijd? Veel gekker. Maar dan moet ik even... Jawel. Ze repteerden in een soort van gewelf onder een café in de Valkenboslaan in Den Haag. En daar ontstond dat. En ze hadden het idee, ja, als dit zo doorgaat, dan bestaat jazzmuziek niet meer tegen de tijd dat we weer bevrijd zijn. Ze hoopten daar wel op. Toen zei die café-eigenaar, die zegt, ja jongens, moet je luisteren, aan alles komt er eind, hier ook aan. Ik maak voor jullie een contractje en als jullie, als we bevrijd zijn, dan spelen jullie bij mij in de zaak op die dag. Nou, dat gebeurde ook, het was mooi weer, ze gingen naar buiten, iedereen kwam langs, ook een Canadese officier, die nodigde ze gelijk uit voor de Canadian Club in Apeldoorn, daar hebben ze een maand gespeeld. Dus, nou, dat was grote pret, maar in die oorlog was het zelfs zo, dat is een geweldig verhaal, Tony Nussen, dat was een drummer, en die zat dan te spelen. En als er een onraad was, er stond iemand beneden. Je had toen nog geen gsm'tjes en toestanden. Dus er liep een grote draad dwars door de zaal naar beneden. En als er onraad was, dan werd er aan die draad getrokken. Maar op een gegeven moment waren ze zo aan het spelen dat ze hadden niet in de gaten dat het hi-hat, dat is dat ding van die met bekkentjes, die ging de hele zaal door, tussen de mensen door. En toen kwam hij naar boven en hij zegt, onraad! Dus gelijk, de Duitsers voor de deur! Dus gelijk, wezen wals. En gelukkig, ja, nee, weet je wat het wel is? Daar heeft mijn oma ook een beetje last van. Als het over de oorlog gaat dan, dat duurt maar, duurt maar, dat duurt maar, duurt maar. We moeten 65 jaar in een minuut doen, Bob. Dus dat is het begin geweest. Hoe is het? Hoe is het gegaan tot wat het nu is? Ja, jij vroeg hierom. Dus dan krijg je ook what you ask is what you get. Nou, het ging heel snel. In de 50 jaar, ze hadden een voorsprong. Ze waren muzikaal zeer begaafd. Ze hadden een grote voorsprong omdat ze die muziek al repeteerden in de oorlog. Iedereen viel plat op zijn... die zei van, jongens... Gewoon op zijn plaat. Ja, ik sprak laatst Sylvia Toot. Die zei, ik heb typen geleerd op de muziek van de Dutch Winkelers Band. Toen kwam ze met glasplaten. Die had ze overgenomen toen ze die zaak overnam daar. Ze zegt, nou, en ik heb dat gehoord. Het was een fantastisch orkest, toen al. Dus, nou, 50 jaar een geweldig orkest. 60 jaar een professionele periode. Oh, nu gaan we snel, ja. Ik kwam daarbij en we hebben dat geweldig uitgebouwd. Concerten in Royal Albert Hall. Dat waren de jaren 80? Nee, dat waren de... Jawel, Bob, dat waren de jaren 80. We tellen terug. En ook in de opera in Sydney. We hebben geweldig... Dat was met de Olympische Spelen, dus we zijn nu in 2000. Zo is dat. En jullie hebben echt, dat is hartstikke leuk. Ze waren er vanavond helaas niet bij, maar jullie gaan 9 mei hier iets bijzonders doen in Theater aan de Schie. Ja, 9 mei zijn we in Theater aan de Schie met Mrs. Einstein. De dag ervoor hebben we ons grote jubileumconcert in Den Haag. Dat is ook vreselijk leuk, waar Freek de Jonge de aankondigingen doet. En Dim Casper, één van de mannen van het eerste uur, speelt. En Laura Fitzy is daar ook. Nou ja, heel groot feest. En dat doen we dunnetjes over hier in Schiedam op de 9e. En wat voor avond wordt dat? Mrs. Einstein volgens het was niet Fris of Sissel, hè? Die waren met blote voeten. Einstein was toch ook zo'n festival? Of? Ja, dat moet je aan onszelf vragen. Wij mogen... Dan kan jij er leuk bij hebben op een verjaardag. Wij mogen niet naar het Songfestival in ieder geval. Maar, nee, maar Mrs. Einstein was toch van het Songfestival? Ja. Zijn ze zo van geschrokken dat ze dachten, nou, we gaan maar met jazzmuziek zingen. En dat doen ze bij ons fantastisch. Het laatste nummer wat jullie gaan spelen. Want het eerste nummer hebben jullie zeg maar, elkaar een beetje muzikaal voorgesteld. Waar knallen we er lekker swingend mee uit, Bob? Met een stuk met een hele korte titel. Peoria. Peoria, geef een applaus, Bob. Maar ook de Dutch Swing College Band. APPLAUS
Ga maar hoor, ga maar, want ze kunnen niet zonder jou spelen. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Stef Bos dus te zien 16 mei in het nieuwe Luxor Theater. En de Dutch Swing College Band met Mrs. Einstein hier 9 mei. Wij zijn er gewoon volgende week weer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Theater aan de Schie.